Yo mensen, dat is David Kemps, King 77 en wel weer hier met Black Ops 2. Weer niet live, weer gewoon een commentary, echt een old school stijl commentary, een hele kort zoals je ziet. Je ziet ik join in deze match hier op Overflow, kill confirmed, ground war. Je ziet er stonden al voor en ik moet ook al zeggen, we speelden tegen een stelletje debielen. Al maakte hij zelf ook een hele verkeerde keuze, ik had gewoon rechtsom moeten gaan. Ik ging echt voor die kill die ik zag weglopen en ga je dan toch twijfelen. Je weet eigenlijk dat ze van rechts komen, daar zaten spawnen in die gang en dan, ja, dan toch de verkeerde keuze. Ground War Domination, Kill Confirmed, Black Ops 2. Je ziet mij de laatste tijd weer Black Ops 2 weer spelen. Ik weet niet waarom. Ik heb zin in Advanced Warfare en dan ga ik Black Ops 2 spelen. Ik weet niet waarom. Komt door die medals die in beeld ziet, dus dat maakt het gewoon extra vet. Vooral extra vet als je gewoon tegen een stelletje debielen speelt, wat hier is het geval is. Ik begin helemaal niet zo lekker zoals je ziet. En het is echt, ik denk, nou, het potje zo voorbij. De tags gaan zo snel. Iedereen rent als debiel op die tags af. Wat natuurlijk gewoon bij Black Ops 2 vaker het geval is. Dat je gewoon je killsticks eigenlijk haalt door de tags te pakken. Met name ook al door kills maken natuurlijk. City speelt met een MSMC hier met uit mijn hoofd Long Barrel en Quick Draw. Dat is eigenlijk mijn lekkere setup. Ja, mijn favoriete setup eigenlijk geworden met dit soort wapens. Ik vind SMG sowieso leuk om mee te spelen in Black Ops 2. En dan met name de MSMC. Dat vind ik is gewoon mijn favoriete wapen. Hij klinkt lekker, hij speelt lekker. Hij is gewoon een lekker wapen zeg maar, voor deze game. Sowieso denk ik dat de SMG's natuurlijk nog steeds gewoon verder weg het meest gebruikt worden in Black Ops 2. Ziet er lekker gay. Ik speel met mijn C4 hier. En C4 is overpowered en dat ga ik ook zo laten zien. Je krijgt zo nog heel even snel, tijdens de gameplay zie je zometeen rechtsbovenin een stukje, een quad feed en die krijg je nu in beeld. Ja, dan zie je dus gewoon dat het bullshit is. Dat je dus, je ziet nu in beeld hier, ik heb een quad feed met mijn C4. Een quad kill eigenlijk. Hè. En dat is dus een probleem. Ik ben tegen double tap C4, maar ja, Black Ops 2 is het wel leuk om af en toe mee te klooien, maar ik ben blij dat het voor mij, dat het voor Advanced Warfare eruit gaat, zoals shit of dat. Het is best wel frustrerend als het tegen je gebeurt. Maar het is wel weer ook weer leuk om te spelen, dat is het raar eigenlijk. Je ziet, als je gewoon tegen niet zo'n goede speler speelt, is het gewoon heerlijk om even gewoon lekker even te dragen. En ik irriteer hem niet eens aan dat het potje snel voorbij was. Ik moet gewoon lekker denken, laat maar voorbij gaan. Ik ga lekker, ik haal gewoon mijn escort drone en whatever. Ik haal mijn escort drone niet eens lopen. Ik had het nou geloof ik neergeschoten. Ja, dat was het, ja. Nou, maar je ziet, ik ging best lekker, gewoon lekker even kort en lekker krachtig. En is mijn vraag aan jullie ook weer even om in de comment section achter te laten wat jouw favoriete wapen is. Wat is jouw favoriete wapen, Black Ops 2? Mijn is het echt gewoon de MSMC. Ik had bij het begin de PDW ook als favoriete wapen, maar die heb ik natuurlijk gepatcht. En toen weer beter gemaakt, slechter gemaakt, buffen, daar weer nerven, daar weer helemaal gek worden. Maar ik denk gewoon in general, gewoon al die tijd dat ik het gespeeld heb. Ik heb natuurlijk Black Ops niet heel vaak gespeeld, maar vind ik gewoon de MSMC echt een baas van een wapen. En het is ook mooi. Dus je moet eigenlijk achterlaten in de comments, wat is je favoriete wapen mee te spelen? Je mag ook een target finder zijn, LMG, moet je helemaal zelf een sniper, maakt me echt niet uit. Wat is je favoriete wapen mee te spelen? En ook belangrijk, dus je favoriete wapen qua uiterlijk. En dan kan je zeggen, ik vind dit en dit wapen het mooist met deze en deze camo. Ik weet niet of deze camo heet. Ik vind deze het mooiste op de MSMC. Op sommige wapens is hij niet zo mooi, maar hier is hij echt mooi. Dat zwarte met die rode Japanse of Chinese, denk Japanse letters. En dat maakt het gewoon, ja, die ga ik nog even, dus die maak ik ook een verkeerde keuze. Kijk, hier ga ik er ook weer in en dan zit ze weer in de rug. Maar het maakt het deze matches niet uit. Het gaat allemaal zo snel, je bent best wel voorbij. Ik join en je ziet het en binnen 3 minuten is de match voorbij. Je ziet de commentaar duurt 4 minuten met de outro mee en met de intro mee en hier de scoreboard mee. Ik heb niet eens 3 minuten gespeeld. En het is soms gewoon lekker. Vaak baal je als het snel voorbij is. En soms denk je, nou, eigenlijk wel lekker. Gewoon even kort en motherfucking krachtig. Laat in de comment section achter je lekkerste wapen mee te spelen. En je mooiste wapen, inclusief welke camo. Thanks for watching. Bye bye.